Zo, beste mensen, dit is een auditie voor de musical die wij eind juni gaan opvoeren in Oud Drimmelen. En daarvoor hebben wij natuurlijk kinderen nodig, want het is ook een jeugdmusical voor jong en oud. En na veel zoeken, want wij zijn heel streng, hebben wij een aantal kinderen, jongens en meisjes, gevonden die mee willen doen. En die zijn vandaag hier. Het is spannend. Er is eentje jarig. Er huilt er eentje. Er is er eentje zenuwachtig. Maar ze hebben het allemaal, gaan ze het geweldig doen. Dat weet ik zeker. En wie zijn jullie allemaal? Ben jij? Teun. En Lisa. Jij? Jij? Annette. En jij? Nienke. En jij? Cor. En jij? En jij? En ik met Jerry. Cor de Wijs is natuurlijk ook altijd van de partij. Geniet van de voorbereiding van de auditie vandaag op 4 maart. Niemand kent nog een tekst, niemand kent nog een lied, maar spoedig gaat dat veranderen. En ik hoop dat jullie dat willen volgen. Dus leuk dat jullie er allemaal zijn. Dit is het begin van de musical Geen Kogels, Maar Bloemen. En Willy speelt daarin de hoofdrol. En Willy heeft een ukulele gekregen van een soldaat die in Congo is geweest. En die soldaat, die heeft het meegebracht, gekregen van een medicijnman. En die ukulele, die is betoverd. Die heeft magische krachten. Als Willy erop gaat spelen, dan krijgen alle mensen goede zin. En een van de eerste liedjes is als die soldaat terugkomt, dan zingt hij. Dan zingt hij Afrika, Afrika, ik ben in de ban van Afrika. Afrika, Afrika, in de ban van Afrika. Ik ging als soldaat naar Afrika, omdat de mensen daar vechten. Soms was het moeilijk uit te maken, wie zijn de goeie, wie zijn de slechte. En ik ontmoette daar een tovenaar, die man die eette oegie. En we spraken elkaar met handgebaar, wat kom je hier doen, dat vroeg hij. Afrika, Afrika, ik ben in de ban van Afrika. Afrika, Afrika, in de ban van Afrika. Ik zei, ik kom hier vrede brengen, al doe ik dat dan met kogels. Hij zei, jongen, dat is onzinnig. Je moet luisteren naar de vogels, of naar de klank van dit instrument. En hij begon te spelen, en zingend wist hij op die manier mijn droevig hart te stelen. Afrika, Afrika, ik ben in de ban van Afrika. Afrika, Afrika, in de ban van Afrika. Nog een keer. Afrika, Afrika, ik ben in de ban van Afrika. Afrika, Afrika, in de ban van Afrika. In de ban van Afrika. En zo begint het. En jullie zijn vandaag hier om te laten zien wat je kunt. Hè, eindelijk weer eens wat rust. Dan kan ik tenminste eindelijk weer eens een beetje bidden. Oh, alweer? Moet dat echt? Ja, een pater moet nu eenmaal regelmatig bidden. En de Bijbel lezen. Oh, maar pater, je gaat toch één boek niet 100 keer door zitten lezen? Afrika, Afrika, in de ban van Afrika. U kunt mooi zingen, meneer. Ja, jongen. Nou, echt zingen. Ik kan ook niet zo goed spelen, want ik heb een stuk van mijn vinger gehad. Dat is met een granaatscherf gebeurd. Waar heeft u dat geleerd? Dat heb ik in Afrika geleerd, van een tovenaar, Oegie. Afrika? Zo ver weg? Ja, daar ben ik wist te werken voor een vredesmissie. Dag mevrouw, ik heb Willy al een tijd niet meer gezien. Is hij ziek? Nee, Teun. Willy is in België. Wat doet hij daar? Hij zit daar op school. Wanneer komt hij dan thuis? Nou, één keertje in de maand. Ja, het is niet dikwijls, maar één keer in de maand mag hij naar huis komen. Dan kan hij zaterdag ook niet mee komen voetballen. Nee, Teun, dat zal niet meevallen als hij hier niet is. Hallo, Lisa. Dag, meneer. Ik heb Willy al een dag niet meer gezien. Is hij ziek? Nee, Lisa. Willy is in België. Wat doet hij daar? Hij zit daar op een internaat, op een school. En wanneer komt hij dan thuis? Ja, één keer in de maand, meisje. Kan hij zaterdag dan niet mee naar het schoolfeestje? Nee, dat zal niet gaan. Dat kan toch niet? Willy is zo'n leuke jongen. En nou zie ik hem niet meer. Dat is verschrikkelijk. Hij lijkt sprekend op zijn vader, dat weet ik. Ja. Willy vindt het echt ook wel erg dat hij niet kan komen. Maar het is nog helemaal zo. Het is beter voor hem.
Daar geloof ik niks van. Ik vind het niet leuk. Hoort u dat? En ik weet zeker dat hij het ook niet leuk vindt. Ja, dus. Lopen langs het strand, even lekker niet. De wereld gaat zo snel, dat heeft me vaak verbaasd. Waarom heeft iedereen zo naast? Je vraagt of ik zin heb in een sigaret. Het is 2 uur 's nachts, we liggen op bed in een hotel in een stad. Waar niemand ons hoort, waar niemand ons kent. En niemand ons stoort op de vloer. Ligt een lege fles wijn en kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn. Mooi, slim en lief en samen zo blij. Maar ik weet ook, ze wachten op mij. Dus ooit zie ik ze weer. En tot die ene keer blijf ik die dagen er.